Zo, nou fijn dat ik heb 1-1 gespeeld, maar ik dacht, weet je, ik heb eigenlijk... Super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pat, ik ben er net uit en het is bijna 1 uur in de middag. En ja, heel de ochtend in bed gelegen. En ik ging niet door, want ook een uur of 4 of zo ging ik pas slapen. En nou ben ik eruit. Ja, duidelijk. Maar ik zit nou even een joggingsbroek te zoeken. Dan heb ik die nog gelaten. Oh ja, wacht, hier. Bij de sokken. Dus ga ik even spullen bijpakken wat ik vandaag aan ga trekken. Dus deze in ieder geval. En wat ik ook ga doen is even editen. En even lekker broodje gaan maken. Als ik nou niet weer vergeet. En ik heb een bakje koffie. En ik pak even shirt, nog een shirt erbij. Maar waar is je fijne shirt? Oh, daar is het. Zo, ik heb alles. Alleen deze nog en dan wordt het compleet. Nou, dus dan gaan jullie dadelijk zien dat ik deze aan heb. 1, 2, 3. Oh, wacht even hoor. 1, 2, 3. Zo, tadaa. Nou, ik ben nou klaar met en... Nou ga ik maar even lekker camera ook opladen. Maar ook even lekker eten maken. Lekker eten. En de gordijnen opengooien. Maar... Nou, dan maar eerst doen even lekker even broodje maken. En dan ga je dadelijk wel ga ik het ook vertellen wat voor broodje. Dus ja. Ik heb nou eten gemaakt, dit is pindakaas. Pindakaas met hagelslag en twee brood met kaas. En dan ga ik daar lekker van smullen en zo meteen ook nog een lekker koffie zetten. Dus ik ben nou voorbeschouwing aan het kijken van PSV Feyenoord. Want ik moet daar zo meteen voetballen. Ik ben benieuwd wat gaat gebeuren. De klassieker weer. Tweede klassieker van vandaag. En we gaan het voor de rest zien. En dan ga ik je daarna even camera opladen ook. Zo, nou fijn dat ik heb 1-1 gespeeld, maar ik dacht, weet je,
Ik heb eigenlijk Q&A antwoorden nog niet al geantwoord. Dus dan ga ik het maar hier doen in deze vlog. En dan ga ik eerst bij begin. De eerste antwoord. Waarom? En trouwens, fijn, het is 1-1 geworden. En ik heb hier de Q&A vragen allemaal. Waarom ben je met YouTube begonnen? Nou, ik ben begonnen omdat ik... eerst begon gewoon voor de lol, weet je. Kijk hoe het aanpakt. Dat heb ik een keer eerder aangegeven. En daarna, weet je, wacht. Ik vind wel dat ik het doel moet stellen. En het doel is hoe het eruit ziet hoe mensen met lichaamsbeperking leven. Volgende vraag. Wanneer ga je mij meeten met Sander en... Wanneer ga je mij meeten met Sander en jou en mij? Ik denk dat je bedoelt mij, Rick en jou. Kaylee. Oké. De volgende vraag is: wanneer ga je weer sportschool? Wanneer ga je weer naar sportschool? Ik dacht, weet je, ik ga het inderdaad een keer doen. Maar wanneer, hoe en wat, weet ik nog niet. En ik krijg nu nog ook weer een vraag van: wanneer weer gym? Daar ben ik helemaal niet van, gym. Maar misschien gym. Maar dat weet ik nog niet wanneer en wat. Want ik heb al hier, nou, al zo, denk ik, al 2 vragen van gehad. Hoe boom is koud? Hoe dan? Nou, ik zou het niet weten eigenlijk. Volgende vraag is: waarom stem je op de PVV? Ik heb daar nooit en nooit van mijn leven op gestemd. En dan vragen jullie misschien wel af waarom, Sander, waarom ben je dan daarin geweest? Nou, ik vond het gewoon leuk voor de vlog. En dat was de bedoeling. Dus, volgende vraag. Wat is je uploadschema? Mijn uploadschema is elke dag om 6 uur een vlog. En apart, soms aparte video. Het verschilt wel bij tijd. En als er een aparte video komt, kondig ik aan. En laat ik via alles weten als een aparte video aankomt. Ben je echt een grote fan? En ik volg je al sinds 240, geloof ik. 340. Stond er. En de volgende vraag is weer: waarom wilde je ooit met vloggen beginnen? Leek me eigenlijk gewoon leuk om te doen. En ik dacht, weet je, ik kijk wel hoe het aanpakt, hoe en wat. Dus ja. Dat dus. Wanneer crossbar challenge? Ik zou het niet durven zeggen eigenlijk. Wanneer en hoe en wat. Dus, volgende vraag. Hoe oud is Ganja? Ganja is, volgens mij wordt hij dit jaar 4 of 3. Voor mij 4 of 5. Ja, ik zou hem dan in het boekje moeten kijken. In ieder geval is hij van... Ik ga het even bijpakken. Ik heb hier zijn boekje en hij is geboren in... Even kijken hoor. 2015. In november, dacht ik. Zeg het goed. 8-8 is hij geboren. Dus. Nou, dan weten jullie dat ook. Dus. Wanneer ga je Fortnite spelen? Nou, 1. Fortnite is echt totaal niks voor mij. Dus daar wil ik vast bij zeggen dat het helemaal niks voor mij is. Ik kreeg te horen van iemand: luister het nummer van Peter R. de Vries van Janko. Oké, dus gaan we dat even luisteren. Als Peter R. de Vries, zoveel ijs.
Dat is. Maar ja, volgende vraag is. Nou, ik heb het geluisterd in ieder geval. En er komt nog iemand, maar dat heb ik al, ook al gedaan. Wat vind jij zo leuk aan YouTube of vloggen? Leukste is. Gewoon, ik vind, ja, leuk, best wel leuk om te filmen gewoon. Ja, dat is het. En ik denk ook wel een beetje lekker wat een beetje tijdverspilling, want ja, dan heb ik wat te doen na vloggen, dan kan ik nog een beetje editen. En dat is gewoon leuk om te doen. En dat waren al die vragen. Als ik goed heb. Ja. Dus. Laat jullie leuk om nog een keer weer Q&A te doen. Laat even weten in een reactie. Misschien volgend jaar weer. Ik zit te denken gewoon één keer per jaar ga ik Q&A doen. Nou, dat vind ik wel. Ligt er aan de vragen. Of binnenkomen op het kanaal, wat dan ook. Dus. En dan ga ik nu weer even lekker verder. Ik ga denk ik even lekker filmpje kijken. Dus dat. Nou, laten we dat allemaal even doen. Zo, ik heb de hele tijd de film zitten kijken en. Oh, Johan Cruijff, logisch is anders. En Vuren Zee had ik vooral, heb ik een tijdje over gekeken. En. Ja, ik ben kapot en kapot moe. Wat ik nu ga doen is lekker mijn bedje in. Lekker geslapen, morgen weer een dag. Morgen moet ik werken waarschijnlijk. Dus afwachten, dus. Ja. Ja, verder heb ik niet gedaan. Veel gedaan eigenlijk. Alleen gegeten. Ik heb alleen aardappels met boontjes en peentjes gegeten. En toen ben ik gelijk ook gefilmd door Stos door gaan kijken. En Glenda is er nog even langs geweest. Beetje gekletst. De spullen zaten nog steeds. Maar ga ik even morgen opruimen, want ik ben kapot en kapot moe. Dus, het was wel super gezellig. En wat ik nu wil zeggen is jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zal het tof zijn als jullie hier beneden abonneren. En zeg ik alvast veel kijkers naar een gloednieuwe nieuwe vlog om 6 uur. En zeg ik hierbij later. Nou, ik weet niet of mensen kunnen herinneren nog dat mijn kachel ineens gestopt is. En nou begint het. Nou, gelukkig valt het nu nog mee. Maar ik dacht, ik heb zo koud ineens. Ik zou aan mijn kachel voelen. En ik dacht al van, de laatste tijd heb ik...